hier in deze kerk, onder het motto Zingen voor de Toren, dat het klinkt als muziek in de oren, heeft de Stadspoor weer woord onder leiding van mevrouw Polenwande en de heer Martin Geesting dit concert aangeboden aan de locatieraad hier in Bredevoort. Zingen voor de Toren klinkt als muziek in de oren. Dat is ook een thema waarin het bestuur besproken is van de Sint-Lutger. We zijn er heel blij mee dat de initiatief vanuit de lokale bevolking dit tot gevolg heeft. Ik ben zelf lid van het bestuur, tevens lid van de commissie Beheer Gebouwen. Ik wil u wel zeggen, huizen zijn keuzen, maar in alle godshuizen van onze provincie zijn de keuzen wel 10 keer zo groot als die bij mij thuis zijn. Dus ook de onkosten. Wij vinden het een bijzonder initiatief. En ook eenmaal voor rekening van de Stadspoor, die dat aangeboden hebben en ook de collecte organiseerd hebben straks aan het eind van de dienst, van het concert en de uitgang van de kerk. Dus ik hoop ook dat u dan met z'n allen goed zult zijn voor de restauratie van de toren. Ik wens u een prettig concert en tot ziens. Goedemiddag allemaal. U weet toch waar ik voor gekomen werd, ik neem aan, voor uw ziekte. In eerste plaats, tenminste, dat hopen wij. Misschien is het andersom dat ik voor de kerk gekomen ben, maar dat is natuurlijk ook goed, fijn dat u bent. De wens van de Stadspoor Bredevoort was om een religieus repertoire keer ter uitvoering te brengen. En dat moest dan voor een goed doel zijn. En toen hebben wij gedacht, dat kan een benefietconcert worden voor de restauratie van de torenspits van de Georgische kerk hier in Bredevoort. Maar naast religieuze muziek zingen wij ook wereldlijke, meerstemmige muziek. Daarnaast wordt er ook gezongen in de jaarkaartje, verzorgingskaartje en ook op middagen waar streekgenoten komen en dan zingen we ons spannen in een ontspannen sfeer eenvoudige liederen. Thank you.
stuk dat ik ga spelen, dat is geschreven door een Schotse componiste, Evelyn Glennie. Het is wel grappig, want de slagwerkwereld wordt gedomineerd door mannen, maar de twee meest populaire, de meest bekende slagwerkers zijn vrouwen. Dat is wel heel laag. Wat nog aardig is, dat Evelyn Glennie, ik weet niet misschien dat iemand haar kent, maar zij is nagenoeg doof. Ondanks dat zij nagenoeg doof is, is zij op een of andere manier in staat door de training van de slagwerkinstrumenten, of ik weet niet precies hoe ze het doet,
Heilige sterke God, ontferm u van ons. Dit is een smeekbede naar aanleiding van een heel ernstige aardbeving in de 5e eeuw na Christus. Thank you.
gespeeld op dit instrument. Niet iedereen zal het instrument kennen, maar dat instrument is een marimba. En een marimba is eigenlijk een beetje het grote broertje van een xylofoon. Een xylofoon kennen de meeste mensen wel. Een vrij hoge houten klank met harde stokjes. Het is een lagere houten klank en wat zachtere stokjes, zodat het warmer en wat ronder klinkt. Gaan we straks weer een stukje spelen, ook weer van Evelyn Glennie. En dat stuk heb ik eigenlijk al in heel veel verschillende uitvoeringen gespeeld. Met vier van die marimba's, of eigenlijk drie marimba's en een bas marimba. Ik heb hem ook ooit samen met het saxofoon gespeeld. Maar hij kan dus ook alleen. En dat ga ik dan proberen. En dat is een klein gebed, The Little Prayer. Laten we nu maar gaan zingen.
Thank you.